We hebben gesproken met Vincent Adaba en Fali van Genem met betrekking tot de danswereld hier in Suriname. Deze twee jongens van de MYZTIKALZ en ze zijn bezig met de dansvoorstelling op 26 en 27 augustus. Eigenlijk tap Adidi si dat de ma osori sa de ma doe de afgelopen jaren, de afgelopen moon. En de ma de bezig even samen wamtje money. Eigenlijk aan de wamtje money, de ma van hoe de wam money voor potwa gebouw neer, pe de ma kan dans officieel, pe de ma kan hoor. Alla de sani sa de ma edu ayari. A de prespari eigenlijk. Fu alibi makandra spiel in api story disi. Kuko baka e arki masra adaba nanga masra van genop. Niet echt een theatervoorstelling, maar een dansvoorstelling. Het doel hiervan is om zeg maar geld te genereren. Om ons eigen gebouw in de toekomst, zeg maar binnen 2 jaar, neer te zetten. Want we zitten nu met huur en soms de locatie bezet. Dan kunnen we die lessen niet verzorgen aan de kids. Dus dat is eigenlijk het doel. En ook dat de kinderen, dus wanneer ze naar les komen, dat ze niet alleen lessen volgen, maar ze het ook kunnen presenteren aan de ouders en zeg maar de mensen daarbuiten. Zodat ze kunnen zien van hey, ze hebben talent en ze komen niet alleen maar naar les om te leren dansen, maar ook om het te presenteren. En hebben jullie daar een kostenplaatje berekend over wat jullie precies nodig hebben? Ja, maar nog niet vergeten dat bedrag even, want akkoers naast een kindje steeds, maar misschien kan we eens even daarop ingaan. Ik heb even niet meer het idee wat het was. Dus zoals meneer Van Genep dat aangaf, zijn we bezig met het eigen gebouw. Omdat we heel afhankelijk zijn van de huur, de zalen natuurlijk. En als we steeds problemen hebben met koersstijgingen, dan zijn we echt, hebben we echt problemen binnen de dansschool. Dat is een van onze grootste zorgpunten. En om dat eigenlijk een beetje te gaan timmen, zeg maar, moeten we vroeg of laat onze eigen dingen doen. Onze eigen locatie, zeg maar, kunnen bouwen. En we willen beginnen met een zaal. We hebben zo'n beetje een begroting gemaakt, natuurlijk met de vorige koers. Nee, dat van de zander. In de vorige koers waren we op 500.000 SD. En we moeten weer gaan zitten, ASAP natuurlijk. We zijn begonnen met de fundraising en onze eerste was onze voorstelling, de Chipmunks. En die hadden we in juni, als ik het goed heb, toch? Ja. In juni hebben we het gedaan, ja. En dat was eigenlijk aanzet en hiermee, dus onze voorstelling op 26 en 27 augustus, willen we dus eigenlijk meer doen, zodat de kinderen ook snappen waarvoor we het doen. Dat ze ook een podium aangeboden krijgen, dat ze hun performing skills kunnen verbeteren op zo'n manier. Even look dansen is belangrijk, die kinderen genieten ervan. Is er nog genoeg animo eigenlijk dat de jongens maar kon dansen? Ja man. Ik merk het dagelijks, dus we krijgen dagelijks meldingen binnen van nieuwe inschrijvingen of mensen die zich willen aansluiten. Maar hoe we bezig zijn met die show, daar hebben we even alles aan hoofd gezet. We beginnen dan gewoon vers, net als het nieuwe schooljaar. We beginnen in oktober met al die nieuwe inschrijvingen, dus animo dicht. En ze zien het ook toch op TikTok, die hele hype. Dus dat maakt dat mensen zich willen aansluiten om hun skills te gaan verbeteren. Eigenlijk moet ik wel zijn dat ik van hij een fundraiser wil houden om te money opbouwen in die zin, maar even look aan de economische situatie. Hoe gemakkelijk verloopt het voor jullie? Het loopt niet makkelijker. Het rent ook niet. Nou, ik kruif niet. Maar je moet een start maken. Je moet die eerste stap maken en dan aan de hand daarvan is je hoe ver we het halen. We hebben wel een ding uitgezet, een 2-jarig, 3-jarig plan. Dus binnen die 3 jaar moeten we wel iets hebben. Hoe snap je leuk wat de moro bekend van in dans je naar Gavali? Maar als je kijkt naar APC, jullie hebben een doel voor ogen. Jullie willen iets bereiken met dansen in Suriname. Of jullie hebben al heel wat stappen gemaakt. Maar nu met de economische situatie is het toch wel moeilijk om deze droom standen te houden. Ja, het is sowieso moeilijk qua financieel. Is het een hele grote uitdaging voor de school. Onze grootste droom nu is om onze eigen theater te hebben. Dat is onze grootste droom. Maar je moet ergens beginnen. Dus heb je dan nu wat we gebruiken zijn zalen, balletzalen. Gebruiken we voor eigenlijk om de lessen, om onze talent natuurlijk over te dragen aan onze studenten.
als we daarmee kunnen beginnen, een zaal waar wij dan de huur niet meer hoeven te betalen en dat geld kunnen inzetten om de bouw, of zeg maar in de bouw van onze theater in de toekomst, dan denk ik wel dat het kan, maar we moeten beginnen ergens. En dat hebben we afgesproken, we zijn niet alleen natuurlijk. We zijn met onze vijven die leiding geven aan dansschool de MYZTIKALZ. Dus in overleg hebben we toen gezegd van, hey, nou, hoe maak ik een stap? Want als we gaan blijven zitten, wachten en kijken, dan gaan we geen stap vooruit. En wanneer zullen jullie weer participeren met competities? Want daarbij kunnen jullie ook wat geld binnenhalen. Hoe staat het daarmee? Ik denk dat Fally beter antwoord daarop kan geven. Nationaal competitie is er echt. Maar ik denk als we nationaal iets willen doen, dan moeten wij als dansers gewoon de school onze eigen dansbattles gaan organiseren. We moeten wachten, maar ik maar organiseer die UNO. Wij moeten gewoon onze eigen ding doen. Maar internationaal zijn er wel battles gaande. Maar staan af en toe dat je toch. Dus dat ding, ticket wang bij een 2000 euro één persoon. En dan heb je nog accommodatie en alles wat staan er. Dus we checken even wat de buren hebben. Want wij, 5 of 6 jaar geleden, die doen mee aan die internationale battle in Cayenne, Summer Dance Battle. Maar ik denk dat dat niet meer bestaat. Maar we moeten even kijken wat er is. Zijn er mogelijkheden voor jullie minder geworden de afgelopen jaren? Minder in de zin om te reizen ofzo? Niet alleen om te reizen, maar om deel te nemen aan competities. Want jullie waren bijna ieder jaar in het buitenland om mee te doen. Hoe staat het daarmee? Dus dat zegt die van Cayenne is komen weg te vallen. Ze hebben het volgehouden tot Summer Dance 9. 10 not good door. Daarna onze focus echt mooi op battle leren. Het was meer dan lessen verzorgen en zo. Heeft COVID eigenlijk ervoor gezorgd dat heel wat van jullie stuk is met betrekking tot de danswereld? Ja en nee. Waarom ik dat zeg? COVID heeft ons een lesje geleerd. Behalve dat heeft COVID ook ervoor gezorgd dat eigenlijk het dansen in Suriname een boost heeft gekregen. Want toen kwam TikTok in leven. We hebben gretig gebruik daarvan gemaakt. We hebben jongeren in het bijzonder geïnspireerd, waardoor hun nu eigenlijk dansen zien als hun sport. En we zijn er natuurlijk. We kijken om te decentraliseren. We zijn al reeds begonnen in Lelydorp. We gaan nu komen wijnen pakken. Maar alles vergt een beetje tijd, spanning, is dat toch? Dus zoetjes aankomen we er wel. Met dat gezegd te hebben, we zijn bezig. En dat geeft een goed gevoel. We krijgen de feedbacks van de samenleving, natuurlijk van onze studenten ook. We zijn gegroeid van 100 plus naar om en bij 300 studenten in een periode van een jaar. Dus dat toont ook een beetje groei, zeg maar. En natuurlijk willen we iedereen, alle kinderen, alle jongeren tegemoet komen, maar alleen moeten we het rustig aandoen, omdat uno malong. We blijven een keer rustig en we moeten ook kijken, want de recente ontwikkelingen hebben ook invloed op ons. En 26 en 27 zijn eigenlijk de grote dagen waarbij jullie dus bezig zullen zijn. Wat kunnen we eigenlijk verwachten van die twee dagen, van die show van jullie? Op die dag gaan de mensen zien wat de kinderen zeg maar elk weekend leren, wanneer ze op les komen. En we hebben ook een thema aan verbonden, de boodschap. Dus de groepen zijn verdeeld en elke groep heeft dan zijn eigen thema. Waaronder zeg maar boodschap valt. Dus boodschap heb je dan pesten hebben we toch? Wat was die andere nog meer? Kanker hebben we. Awareness. En die ene, dat één stuk is minderwaardigheidscomplex. Mm-hmm. Insecure. Dus die zeg maar begrippen gaan we dan tentoonstellen. Of die kinderen gaan dat dan naar voren brengen. En wat verwachten jullie eigenlijk verder? Want hoe je draait of keert, er moet een verwachting zijn. Jullie zijn bezig geld in te zamelen om jullie doel te bereiken, om jullie droom te bereiken. Wat verwachten jullie verder van uit de samenleving? Natuurlijk verwachten we positieve reacties, behalve dat ook de ondersteuning van een ieder die dat kan. De MYZTIKALZ is niet gewoon een dansgroep. De MYZTIKALZ is
een deel van de Surinaamse gemeenschap, een deel van onze cultuur. De MYZTIKALZ bestaat sinds 2000, sorry. Sinds het jaar 2000. Van het jaar zijn we al 22 jaar bezig. Van een dansgroep naar een dansschool. Een academie kan je zeggen. We verwachten natuurlijk alle positiviteit van alle hoeken. Dat is het enige wat we willen, omdat het niet makkelijk is. Natuurlijk niet voor ons en ook niet voor de andere leden die ook leiding geven aan de school. Maar zoals Fally het zegt, we hebben op 26 en 27 augustus een danstheatervoorstelling in samenwerking met Theater Thalia. We gaan het doen in het kader van onze fundraising en om een podium te bieden aan onze studenten en om de samenleving een boodschap te geven. Dus het wordt een show met taal van positieve boodschappen. Ik zou zeggen, mis het niet. Het is niet iets dat we gewend zijn in Suriname, dus ook een check-a-san. Het gaat geheel performed worden door de studenten van de MYZTIKALZ. Van jong, vanaf 3 jaar. Ja. 3+ kan je zeggen, want we hebben ook een beetje adolescenten tussen. Dus ja, ook een checking. Het wordt echt een goede show. De straat.